Hallo kapraan, hoort u mij? Hi everybody. I want to talk to foremost to thank you. Not just for all of you tonight. First and foremost to kapelaan, kunt u mij verstaan? Cowardly so-called leaders of our countries. The most important. Hallo kapelaan, kunt u mij verstaan? Ja, prima, prima. Wat nu, kapelaan? U in de politiek hebben we begrepen. Ja, ik ben maar eens actief geworden op het politieke erf. Ik zeg maar zo, wellicht ruil ik mijn toga nog eens in voor een kamerjas. Zeg, wij hebben begrepen dat u een nieuwe politieke partij hebt opgericht, of nieuw, maar toch, de KVP. Dat neigt toch naar het verleden. Ja, ach, de kijkers thuis weten wel dat ik meen in 1975 er een nieuwe politieke partij kwam in Nederland, het CDA. En dat was een samensmelting van een aantal oude politieke partijen, de CHU, KVP en de anti-revolutionaire. Maar ik ben van mening dat we weer terug moeten naar de goede oude tijd. Ik ben weer begonnen met de KVP. Je zou het min of meer de hersteld katholieken kunnen noemen. Wat is dat voor muziek wat we op de achtergrond horen? Oh, dat is uit een congreszaal. De leden van de partij zijn al begonnen en hebben waarschijnlijk ons partijlied net gezongen. De opkomst valt wel wat tegen, zo te zien, of niet? Oh, nee. Ik sta even in een andere zaal. Hier zou een bijeenkomst zijn van de vrouwelijke leden van de SGP. Ik heb gezien dat u evenals andere partijen de kandidatenlijst bekend hebt gemaakt. Daar staan een paar prominenten op. Hey, ik noem er één. Agnes Kant. Ja. Ja, dat klopt. Agnes Kant, ja. Ja, ja u weet, ex-SP, hè. Ja. En toen ze daar lid van was, ja, toen sloegen haar opmerkingen Kant nog wel. Maar ik moet zeggen, de scherpe kantjes zijn er wel een beetje vanaf. En ze staat nu aan onze kant. We troffen nog een opmerkelijke naam aan op de lijst. Iemand waarvan wij dachten dat hij de politiek de rug al had toegekeerd. Ik noem zijn naam, Dries van Acht. Wat was zijn reactie op het moment dat u hem benaderde, kapelaan? Ach, ja, u kent hem allemaal natuurlijk, hè, Dries van Acht. Een min of meer ook oud KVP'er. En ik kwam hem op een vergadering tegen. En ik zei, Dries, heb je al iets gehoord over de KVP? Hij knikte en was daar heel blij mee. En toen vroeg ik aan hem, nou ja, of hij mee wilde doen. En toen zei hij dat hij zijn antwoord al klaar had. En hij zei dat op zijn eigen zo typerende wijze. Ach, mijn beste. Mijn vrouw Eugenie heeft gezegd. Dries, jongen. Het is in Nederland een en al duisternis geworden. Haal die kaarsjes nou eens uit de kerk. En zet eens een kaarsje voor het raam van Acht. En dat was zijn ja. Oh, kapelaan? Kapelaan? Bent u er nog? Kapelaan? Ja, 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 ja. Afgelopen week, kapelaan, hebben een aantal grote politieke partijen hun partijprogramma bekendgemaakt. Ik wil met u een aantal punten uit uw partijprogramma doornemen. Hot item op dit moment zijn de bezuinigingen. We kampen in Nederland, dat is iedereen bekend, met een fors overheidstekort. Hoe wilt u dat als KVP gaan oplossen? Ja, ook wij hebben miljarden opzij gezet als het gaat om bezuinigingen. En u begrijpt dat wij als KVP dat op een hele eigen wijze aanpakken met
extra collectes. En we hebben die hele actie ook een naam gegeven. En we hebben die actie genoemd Neem mijn zilver en mijn goud. Een ander punt dat ik wil aansnijden is de economische schade die Nederland leidt door het fileleed. Hoe ziet u dat in uw partijprogramma? Is bijvoorbeeld verbreding van de wegen een optie die wat u betreft openstaat? Ja, maar die kennen we, hè? Verbreding van de wegen, zegt u. Ja, meneer Kleurlings, hè? Eurlings, die man van het CDA, die trouwens nu, heb ik begrepen, een peuterspeelzaal is begonnen. Oh nee, wacht. Ik mocht van meneer Pastoor het niet over kinderen hebben. Meneer Eurlings, die wil verbreding van de wegen. Maar u begrijpt dat in het partijprogramma van de KVP er niet over brede, edoch over de smalle weg wordt gesproken. Op dit moment staat ook de hypotheekrenteaftrek weer ter discussie. Het H-woord. Hoe ziet uw partij dat? Ja, kijk, ook daar moeten we wat mee. Met de huizenprijzen en met al het geld wat daarbij komt kijken. We blijven natuurlijk af van de pastorieën. Maar we hebben wel besloten als KVP om de mensen die hun huis op een rots hebben gebouwd, om die in ieder geval te ontzien. En dat doen we met een speciale commissie die we in het leven hebben geroepen. En deze commissie die heet Bewaar het Pand. Die overigens weer is samengegaan met een andere commissie, het gekrookte riet. En dat moet dan samen, geloof ik, het gekraakte pand gaan worden. Hoe denkt u trouwens over de verhoging van de AOW-leeftijd? Ja, daar hebben we als KVP nog niet zo over nagedacht. Maar ja, ik zeg maar zo, wat in de fut zit, dat verzuurt niet. Kapelaan, nog eventjes over de lege zaal gesproken. U stipte het zojuist al aan, het vrouwenstandpunt van de SGP. Hoe ziet u dat binnen de KVP? Ja, ach, laten we dat probleem maar overlaten aan de heer Van der Vlies en zijn kornuiten. Ik heb in de wandelgangen vernomen dat ze er eigenlijk wel uit zijn. Ze hebben zo hun eigen oplossing daarvoor. De KVP is voor de meeste mensen toch een hele nieuwe partij. Durft u zich misschien toch al te wagen aan prognoses? Nou, laat ik het dan voorzichtig zeggen. We gaan voor minstens 3 kerkbanken vol. Kapelaan, hartelijk dank voor dit gesprek. We wensen u heel veel succes met uw uitverkiezingstoer door Nederland. En we hopen op een positieve uitslag op 9 juni. Dank u.